vanmiddag. Maar ik heb het leuk. Toen was er nog niks. Maar, nou ja. Ja, ze is geen man. Ja. Maar professor Scherder, wat brengt u hier naar Almelo? Dit prachtige initiatief voor die extra gaming. Al die mooie games waar ouderen op kunnen gaan bewegen. Of geanimeerd worden, gestimuleerd worden om meer te gaan bewegen. Heeft u ooit eerder een dergelijke voorziening gezien? Nee, ik heb het zo mooi nog niet eerder gezien, maar ik zeg er wel bij. Ik heb ook nog niet echt veel gezien op dit gebied. Hè? Maar het lijkt me heel mooi wat je hier ziet. Het lijkt me heel mooi. Wat was uw eerste indruk? Dat het er prachtig uitziet, dat het echt uitnodigend is. Dat het ook heel zeg maar, professioneel is gemaakt. Dat je niet voor een klein schermpje staat, maar echt huge schermen. Die, waarvan je wel denkt, als je daarnaar kijkt, dan wil je ook wel er tegenaan gaan. En daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. Ik denk dat zoals het nu hier staat, dat het heel erg een grote verrijking is. En dat je veel stimuli naar je toe krijgt die en dat nodigt uit. Want je denkt natuurlijk, oh ja, daar wil ik eigenlijk wel aan meedoen. Hè, het is het prikkeltje initiatief nemen. Nou, dat is natuurlijk precies wat je wil. U gaat zo'n lezing geven. Waar gaat die in een paar zinnen, waar gaat die over? Het gaat eigenlijk over ouder worden. Wat er eigenlijk... Wat achteruit zou kunnen gaan en op welke wijze je dat goed kunt stimuleren. En ik heb toen gekeken hoeveel extra gaming studies er zijn. En die waren best heel positief. Niet zo dat je al zegt het is een fait accompli, hè, oftewel het is allemaal dik en dik vastgesteld. Maar het is wel een terrein wat zich ontwikkelt. Dus ik heb er een positief verhaal over. Zou ik het doen? Doe nieuwe dingen. Oh, dat is zo echt goed onderbouwd. Als u nieuwe dingen blijft doen, dus niet denkt ik ga vissen. En u beweegt tegelijkertijd. Het is helemaal in elkaar verweven. Dat vind ik het mooie ervan. Dat het die combinatie is waar we het over hebben. Ik kijk even naar de tijd. Ja. Deze baan overigens is ook heel belangrijk voor empathie. Dus niet alleen die lange die ik heb laten zien. Maar ook deze is heel belangrijk voor empathie. En nou komt er nog iets spannends. Ja, dit is echt leuk hoor. Dit. Vindt u het nog leuk eigenlijk? Of... En wat nou is heel spannend. Wij in Groningen onderzocht. Want ik heb ook een leerstoel in Groningen. Hebben we gekeken of er een relatie is tussen de kracht van de quadricepsen en je executieve functies. Dus die topfuncties als planning, werkgeheugen en dergelijke. En wat bleek? Dat de mensen met de beste spierkracht hadden de beste cognitieve functies. En hoe komt dat nou? Heel eenvoudig. Als ik sterke quadriceps heb, dan kan ik ook brisk walken. Kan ik lekker doorlopen. Ik kan traplopen. Ik doe van alles. Dat betekent, mijn hart doet het beter. En mijn hart pompt het bloed naar mijn brein. En doet heel goed voor de witte stof. Dus het is heel logisch. APPLAUS